Welkom allemaal bij deze unboxing. Dit is de tarot van Mystical Moments. Al lang op mijn verlanglijstje gehad en nu is die daar uiteindelijk. Het is wel een iets moeilijker deck, omdat dit deck ook een buiten de koning van de koning van de verschillende elementen ook de koningin bevat. En die heeft dan net even een ander betekenis. Ik ga ze één voor één doornemen, dus dat duurt wel even. Skip dit anders als je geen interesse in het deck hebt. Dit is de dwaaskaart. De magier. De hoge priesteres, zoals je ziet. Hoogglansdek. Ik zal ook even de achterkant laten zien. Die is vrij neutraal. En zoals je ziet, rondom zilver. De keizerinnenkaart, de keizerkaart, de vrouwelijke keizer, dat bedoel ik maar, de hierofant, de geliefde en de wagen. Dan hebben we hier de krachtkaart, de hermiet en het wiel van fortuin. Dan hebben we hier Justice. Dan hebben we hier de gehangende. En we hebben de doodkaart. Dan hebben we hier de gematigdheidskaart. De duivelkaart. En de torenkaart. Prachtige kaart trouwens. De sterkaart. De maankaart. Zonkaart. Judgment, oordeelkaart. De wereldkaart, de aas van staven, de twee van staven, de drie van staven, de vier van staven, de vijf van staven, de zes van staven, de zeven van staven, acht van staven, negen en de tien. Oh, de tien van staven, sommige plakken nog. De schildknaap van staven. Dan hebben we hier de ridder van staven. De koningin van staven. De koning van staven. De koning van staven, maar dan de vrouwelijke vorm, zoals ik al zei. Wat hier dus uniek in dit deck is. Dan hebben we de aas van bekers. De twee van bekers. De drie van bekers. De vier van bekers, de vijf van bekers, de zes van bekers, de zeven van bekers, de acht van bekers, de negen van bekers, de tien van bekers, de schildknaap van bekers, de ridder van bekers, de koningin van bekers, de koning van bekers. En dan de koning van bekers, maar dan de vrouwelijke vorm. De aas van zwaarden. De twee van zwaarden. De drie van zwaarden. De vier van zwaarden. De vijf van zwaarden. De zes van zwaarden. De zeven van zwaarden. De acht van zwaarden. De negen van zwaarden. De tien van zwaarden. Schildknaap van zwaarden, ridder van zwaarden, koningin van zwaarden, koning van zwaarden, wederom de koning van zwaarden, maar dan de vrouwelijke vorm. De aas van munten, de twee van munten, de drie van munten, de vier van munten, vijf, zes, zeven, acht, 9 en dan de 10 van munten, schildknaap van munten, ridder van munten, koningin van munten, koning van munten en dan nog een keer de koning van munten, maar dan de vrouwelijke vorm. Zo, dan ga ik nu het deck gaan cleansen. Dat doe ik natuurlijk niet in jullie tijd en dan gaan we zo een reading doen met dit deck. Het zou kunnen zijn dat ik nog moet spieken. Zeker als ik die vrouwelijke
vorm van een koning eruit krijg. Dus dat is het enige. Voor de rest, als jullie gewend zijn, ga ik het intuïtief doen. Zo, dan ben ik weer. Ik ga nu even het deck shuffelen. Dit is zijn sterke kaarten. Shuffelen ook fijn. Dus ik ben zeer blij met dit deck. Ik hoop allereerst dat jullie dat alles goed en wel met je gaat. Dat je fijne Pasen hebt gehad. Nou gooi ik hier alles door elkaar. Dus misschien was er iets van chaos. Is er misschien iets niet helemaal gegaan zoals je had gewenst. Ik heb ervaren dat er heel veel mensen uit het verleden terug zijn gekomen. Dus ik heb eigenlijk heel veel moeten schonen. Veel mensen die een tweede, derde, vierde, vijfde kans wilden. En ik heb met velen heb ik opnieuw duidelijk mijn grenzen aangegeven. En de meeste ben ik niet op de verzoeken ingegaan. Ik heb daar wel natuurlijk vriendelijk voor bedankt. Maar ik ben met een hele grote schoonmaak bezig. En dat is nodig. Dat is mijn les. Grenzen aangeven. Aanvoelen wie past er nog in je leven. Ik heb heel veel dit jaar, maar ook eigenlijk sinds COVID begonnen is, heb ik een spirituele spurt gemaakt. En dat betekent dat ik met heel veel mensen situaties niet meer resoneer. Dus ik heb heel veel achter moeten laten. Deze viel er meteen uit, de koningin van staven. Ja, misschien dat je dit verhaal herkent. Ik vertel bijna nooit iets persoonlijks. En als ik het vertel, heeft het vaak met een reading te maken. Misschien zit jij ook in die kracht. Koningin van staven is een vuurteken, een ram, leeuw of boogschutter. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je te maken hebt met een vuurteken. Of dat dit staat voor jouw passie. Je komt tot bloei. Daar heb ik het net ook over gehad. Verschillende transformaties. En dat je nu steeds duidelijker gaat aangeven wat je wel en wat je niet wil. En dat wat je krachtiger maakt. Het maakt jou ook niet meer uit wat anderen van je denken. Wat voor jou goed voelt. Daar ga jij voor. Oké. Wat mogen wij nog meer weten? Spirits and Guides voor deze reading. De 10 van zwaarden, de torenkaart en de 3 van staven. En onderop hebben wij, er willen er 2 uitkomen. De magier en de 6 van zwaarden. Nou, ik moet dus heel even gaan voelen. Wat krijg ik door? Ja, ik heb het gevoel meerdere beëindigingen. Zaken waar je ook wel moeite mee had. Wat ik zeg, ik heb het gevoel dat heel veel mensen terugkomen. Jou prikkelen. Situaties waar jij mee gebroken hebt. Of mensen die jou geghost hebben. Mensen waar je soms niet alleen maanden, maar ook jaren niks meer van hoort. Die komen ineens omdat ze wat van jou willen. Die komen ineens jou prikkelen, sommigen echt jou irriteren, anderen jou weer met jou contact opnemen. Echt, ik zie poken daarbij van, hoe is het met je? Daar begint het vaak mee. Sommigen komen met een excuus, anderen komen met een sorry. Maar ik heb het gevoel, met al dat haar, dat je heel veel geleerd hebt in de afgelopen periode. En dat het je niks doet. Want als deze mensen prikken met die naalden, dan prikken ze in dat haar. Dus ze prikken jou niet meer. Dus ze kunnen jou niet meer irriteren. Ze kunnen jou geen pijn meer doen. Want je hebt eigenlijk
in de tussentijd al deze situaties, die heb jij voor jezelf geheeld. Dus ook al komen ze terug, kan jij nu, zonder al te veel pijn, moeite of irritatie, jouw grenzen aangeven en alsnog vriendelijk hen verzoeken om hun eigen weg te gaan. Met de torenkaart heb ik het gevoel dat sommigen zich aan jou vastklampen. Heel mooi weergegeven trouwens. Omdat het zijn vaak mensen, wat ik zeg, die jij ver vooruit bent. Dus vaak zijn het mensen die op te grote voet hebben geleefd. Aan het plaatje van anderen hebben willen voldoen. In ieder geval mensen die vrij vaak op 3D gefocust waren. En ik heb het gevoel dat ze ook door jouw licht nu aangetrokken worden. Omdat ze zelf bijna alles verloren hebben. Geen vrienden meer hebben. Misschien hun huis hebben moeten verliezen. Of andere financiële middelen. Omdat ze op de grote voet hebben geleefd. Dus vaak mensen die heel veel torenmomenten hebben gehad. Omdat zij natuurlijk net als jij ook hun levens, lessen op hun pad krijgen. En voor sommigen echt dat ze alles verloren hebben, omdat ze het maar niet willen inzien wat ze moeten leren. Of dat zij op het randje zitten van hun eerste spirituele ontwakening. En dat kan zijn dat ze daarom weer terug naar jou komen door het licht wat jij schijnt, door de liefde die jij uitstraalt. Met de 3 van staven. Kan zijn dat jij je nog niet bewust was van het feit dat er nog karmische banden waren met deze personen. En dat je die nu 1 voor 1 aan het doorsnijden bent. Zodat jij ze definitief achter je kunt laten. En dat jij dus definitief kunt vertrekken met dat bootje. En dat je ze dan niet meer energetisch mee hoeft te zeulen. Dat jij dus al die zware energie, want dit zijn allemaal gebouwen, dus hele zware energieën. Ik zie stenen, ik zie mortel, ik zie zware fundamenten. Die laat jij los. Je snijdt als het ware op een liefdevolle vergiffenis manier. Met vol compassie snij jij die mensen, de karmische banden met deze mensen door. Wat ik zeg, heel veel berichten van mensen die jou op dit moment willen benaderen. Onderaan het dek, er kwamen 2 kaarten uit, de magier. Ja, je leert steeds beter en beter met jouw krachten om te gaan. Je weet precies wat je wilt manifesteren, waar je focus op ligt. We hebben hier de witte vlinder, je wordt purer en purer. Je hebt de zoveelste transformatie al doorgelopen en je krijgt meer en meer inzichten ook in patronen die je aan het doorbreken bent. Met de 6 van zwaarden heb ik het gevoel dat er heel veel mensen zich aan jou willen verankeren, maar tot nu toe laat je alles los. Je ziet ook dat handje van nee, ik wil niet dat jij je aan mij verankert. Het kan ook zijn dat je aan het terugtrekken bent, omdat je zoiets hebt van ik vind het prima zo op mijn eigen eilandje met mijn universum of met het goddelijke, zodat ik lekker kan groeien. Omdat je ook het gevoel hebt dat mensen eigenlijk alleen maar wat van je willen. En daar heb je geen behoefte aan. Jij wil lekker verder gaan met jouw reis. En je hebt die mensen achtergelaten nu definitief, omdat je die karmische banden ook hebt doorgesneden.
En dat brengt jou steeds verder en verder. Ook heb jij je vertrouwen, je verankering gevonden in het universum, in het goddelijke. Dat heb jij aangepakt met beide handen. En jij hebt ook volle vertrouwen, intuïtie bij het maken van keuzes of je iemand wel of niet een kans geeft of toelaat. Maar voor de meesten is het retour afzender, hoor ik. En dat wordt jou soms niet in dank afgenomen. Dus het kan ook zijn dat sommige mensen dan boos worden. Maar goed, jij wordt beschermd, dus daar lig jij niet wakker van. Je hebt zelfs geen schuldgevoel voor afwijzing, omdat je weet hoe ze jou in het verleden hebben behandeld. En je bent nog op een vrij compassievolle manier bezig om mensen of situaties op een nette manier te weigeren. Dus dat is voornamelijk wat ik doorkrijg. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken delen en je mag natuurlijk altijd abonneren. Kijk ook eens op Philomena's Tarot, dat is mijn tweede kanaal, is Engelstalig. En ik zou het heel fijn vinden als jullie dat kanaal ook zouden willen ondersteunen met een like, met een abonnee of het delen van de filmpjes. Dankjewel weer, heel veel liefde en licht. Namaste.